dames en heren, beste Assenaren en anderen zo talrijk opgekomen. Het zag er naar uit dat de hopduvel ons de volgende 2 jaar niet zou uitschelden van labbekak. Maar vermits de modale Assenaar niet in winterslaap geraakt, blijft ook de hopduvel actief. En bleef ook de Assenaar Reinoud Keimolen met hamer en aanbeeld in de weer om hier vandaag dit ijzeren hopduvelbeeld neer te poten en in brand te laten steken. Dank u wel daarvoor. Dames en heren, als burgemeester mag ik u in naam van het gemeentebestuur uit het diepst van mijn hart de allerbeste en vroomste wensen voor 2009 overmaken. Met het vooruitzicht op veel inspiratie, niet te veel zorgen, veel vriendschap, mooie momenten om te blijven koesteren, een jaar vol hartverwarmende contacten en een goed politiek bestuur. En bovenal natuurlijk een goede gezondheid. En dit is geen cliché, want conditie en welzijn maken deel uit van de absolute voorwaarden om vooruit te komen in het leven. Dames en heren, ik wil u zeker en vast op deze eerste dag van het jaar niet langer ophouden met lange speeches, u niet langer laten wachten in deze iets wat koudere temperaturen. We gaan ervoor zorgen dat deze temperaturen opgewarmd geraken vandaag. Geniet met volle teugen van het traditionele vuurwerk, ons teruggebracht door de firma Heidens. Het is telkens een kunstig hoogstandje. Mag ik u nadien ook uitnodigen om een drankje te nuttigen en nog wat na te praten om allemaal samen met elkaar gemeenschap te vormen op deze eerste dag van het jaar. Dank, speciale dank terug aan het hopduvelcomité onder leiding van voorzitter Rudy Brix, alweer vandaag voor ons paraat. Tot straks en geniet van het vuurwerk. Dank u wel.